Hallo Zepengs, Berikus, Gamer, welkom bij een nieuwe serie, namelijk... EA presenteert een handelsmerk van Electronic Arts. Als je naar mijn facecam kijkt, heb je misschien al een idee welke serie we gaan doen. The Sims 2! Deze game is uit 2005. Dat is pittig, oldschool. Ik ben persoonlijk nooit echt een The Sims kenner geweest. Ik heb The Sims Busting Out gespeeld op de Gamecube, gigantisch veel. En deze Sims is totaal niet de standaard Sims van heb werk, heb een huis. Nee, je bent een filmster, undercover, in een normaal dorp en je zit in een reality serie. Maar jij bent een filmster, dus dat is heel grappig uitgewerkt. Je hebt gewoon in principe missies en je hebt ook een heel klein huisje. Maar het gaat grotendeels gewoon over missies spelen en sim maken. Nou, oké, hoe zou ik mezelf noemen? Ik noem mezelf Balhaar. Ja, ik heb deze game gigantisch veel gespeeld in mijn jeugd, dus ik weet ongeveer nog wel wat je moet doen in de storyline. Maar dit is echt de minst serieuze simgame. Je hebt onder andere een missie waar je een sneeuwjeti tegenkomt, waar je tegen een mollenkoning moet vechten, waar je een alien moet bespuiten met je waterpistool. Dat is ongeveer de gemiddelde missie van deze game. Het wordt steeds gekker eigenlijk. Ik ben in ieder geval Balhaar. Zal ik een meisje zijn? Oh ja, ik word een slut. Goed idee. Je kan namelijk ook relaties krijgen met mensen. Tenminste, je hebt de skill vriendschap, dreiging en relaties bij mannen dan. Dus ik ga sowieso iedereen kapot neuken. Oh, toepet. Oh, noem me Frans. Ja, wee wee. Oh, ja. Verkocht. Oh, wat. Misschien. Misschien kan ik ook roze. Kijk ook de graphics van dit spel. Ik ga voor blauw. Oké, ja, goed. En dan wat is het? Oh, toepetjeskleur. Ik wil een hele rare toepet. Een hele rare toepet. Oh, ik wil een roze toepet. Kleur t-shirt. Doe maar met grote borsten, alsjeblieft. Ik zie echt heel weinig verschil tussen alle t-shirts, maar oké. Ah, ja, deze extra borsten. Kleur shirt. Is borsten een kleur? Ja, dat is een kleur, precies. Ik doe wel een rok aan. Hippie rok. Oh ja, kleur rok. Ik ben echt mooi gekleed vandaag, jongens en meisjes. Wat zal ik doen? Groen. Ja, ik ben een zeemermin. Nu mag ik één wens kiezen. Vriendelijkheid score kijkcijferpunten met vriendelijke gesprekken. Nee, dat ben ik niet. Romantisch score kijkcijferpunten met seks. Ja! Kijkcijferpunten met... Ja, seks. Ik score kijkcijferpunten met seks. Oké, welkom in de directiekamer, Balhaar. Je gaat dit programma groot maken. Als het je lukt, worden we allebei stinkend rijk. Rijk, rijk, rijk. Voordat je met de echte aflevering begint, wil ik dat je eerst een beetje oefent. Ik praat met je via deze headset, begrepen? Volg mijn instructies. Geloof me mensen, deze serie wordt de moeite waard uiteindelijk. Ik ga waarschijnlijk ieder personage een apart stemmetje geven, want je hebt echt hele rare maffiabaas en zo. Dan ga ik zomaar rare stemmetjes geven. Moet je maar eens kijken naar Harry Potter en dan ga je in mijn kamer voor de Game Boy Color serie, deed ik dat ook. Doe het nu gewoon nog even normaal. Ik ga ook eerst eens rijden in de Framefort, zet je niet alleen. Ik ga met je mee, ik wil zeker van zijn dat je niet meteen alles in het 100 laat lopen. Maar ja, doe het nog even normaal. Nee, natuurlijk niet in leven, niet in levende lijven. Als ze te weten komen dat ik over en achter zit, is er geen moer meer aan. Kijk, mijn mensen hebben een piepklein oortelefoontje ontwikkeld dat je alle tijden moet dragen. Zodat ik met je kan praten zonder dat iemand het merkt. En nu aan de slag, ik hoop dat je... Ik loop de eerste dag in Framefort met je mee. Ga maar lekker hoge kijkcijfers voor me scoren. Hoer! En zo begon het avontuur van de Sims. Nieuwe plotpunten! Oké, nou ga in ieder geval lekker omhoog. Ik ben een hoer! Lekker Sims. Nou, dit is mijn huis. Prachtig. Meestal als je de hele game uitspeelt, ziet je huis er ongeveer nog steeds zo uit. Dit is je huis, Balhaar. Zorg dat je ermee vertrouwd raakt, want je gaat hier best een tijdje wonen. Je hebt meubels nodig, maar dat kan nog even wachten. Natuurlijk zijn er ook dingen die niet kunnen wachten en daarom heeft mijn team alvast een toilet geplaatst. Niets speciaals, maar je kunt er de klus mee klaren. Ik ga nu eerst naar buiten om de stad te verkennen. Nou, vooruit dan maar, omdat je erop aandringt. Hé, hey, kijk, ik ben een vrouw en ik kan mijn piemel zien. Wacht, ik heb helemaal geen piemel, maar hoe moet ik dan plassen? Goeie vraag, waar is mijn wc? Ze hadden een wc neergezet, maar ze hebben gewoon gelogen. De wc is een leugen. Nou, oké. Ah, daar heb je een van je buren. Oh mijn god, zo spannend. Wie is het? Het is Boris Spijker, een vuile, ruige motorfreak. Niet echt iets voor mij. Ga maar kijken of je vrienden kunt worden. Een sterke vriend is altijd handig om te hebben als je nieuw bent in de stad, dat is waar. Hey, hey, ik ben Boris Spijker. Wat gaan we hier doen? Alles goed? Je bent hier net gekomen wonen? Dan zijn we buren. Ik heet Boris Spijker. Dit is een geweldige stad. Ik weet zeker dat je hier op je gemak zult voelen. Vooral gemak, dat was wel het mooiste. Oké, Balhaar, stop met keuvelen. Als je met deze gozer bevriend wilt raken, moet je eerst uit je mond komen. Dan...
Er moet meer uit je mond komen dan, hoe gaat ie? Je moet een vriendelijk gesprek voeren. Ik word, mijn iets lagere stem wordt deze man. En Boris Piker wordt gewoon een heel raar Amerikaans accent. Ga dat nu doen. Begin een gesprek en dan doe of zeg dingen waardoor hij je aardig gaat vinden. Nou, vooruit dan maar. Hey Boris. En dit is echt wat je heel vaak gaat doen. Je doet zo babbelen. En als hij terugbabbelt, dan vult hij meter zich en dan ga ik gewoon nog een keer babbelen. En weet je, wat nu voor avontuur is gebeurd, nog een keer babbelen. Oh, dit is zo spannend, maar, moet je zien, ik vermaak hem ondertussen ook. Boris Spijker toch, you naughty boy. En wat gebeurt er nu? Je hebt vriendelijk 1 verdiend met Boris motherfucking Spijker. Yay. Hey Toppie, ik heb je een paar minuten geleden ontmoet, maar volgens mij zijn we nu al vrienden. Maar nu moet ik er vandoor boodschappen doen. Tot later, Belhar. Voor mij begon ik echt eerst met een accountaccent en ben ik daarna op een heel slecht Amerikaans-Nederlands accent verder gaan. Hahaha, perfect! Je hebt hem helemaal tuk, die sukkels weten niet wat ze overkomt. Als je de mensen zo kunt bespelen, is het nog makkelijker om chaos te veroorzaken en de kijkcijfers te laten stijgen. Tijdens je gesprekken met de mensen in de stad zal je het steeds beter lukken om sociale interacties te gebruiken en mensen te beïnvloeden. Omdat je niet alle inwoners op dezelfde interacties reageren, moet je nieuwe interacties leren. Als iemand niet reageert op een bepaalde interactie, moet je een andere proberen. Bam. Oké, wat nu? Oh, telefoon. Oh, bijna vergeten. Ik heb wat Sim-dollars op je bankrekening gestort als startkapitaal. Maar we willen niet dat de inwoners van de stad achterdochtig worden. Dus vanaf nu moet je een baantje zoeken of spellen spelen om je eigen geld te verdienen. Als deze sukkels ervan wilt overtuigen dat je hier echt komt wonen, moet je wat meubels kopen. Ga naar de Lommert, dus die straat in. Tegen de tijd dat je weer hier bent, hebben de lui van productie wel een toilet voor je geplaatst. Nou, dat is fijn. Plotpunt voltooid. En dit, ja, dit is ongeveer hoe missies werken, dan zijn ze dan een stuk minder lame. We gaan even meubels halen. Ik ben een vrouw en ik koop mooie meubels. Het lijkt misschien niet zo, maar ik ben dol op meubels. We gaan naar de IKEA, maar dan tweedehands. En daar komen een man tegen en die heet ook Hans. En ja, deze game heb ik zoveel gespeeld in mijn jeugd. En dat zijn grotendeels de games op mijn kanaal, zijn nostalgie. Hey, ben ik weer, hoe gaat ie? Meubels voor je house? Ah ja. Hoe ga ik dit doen? Het is lastig om een start te maken in een nieuw huis. Daarom heeft mijn huis wielen. Ik hang hem gewoon echt in mijn motor en rij naar de volgende stad. Loop naar de winkelier en praat met hem als je iets nodig hebt. De inventaris van de winkel verschilt van dag tot dag. Het is heel grappig, want ik had dus in de vierde, ja. Had ik een uitwisselingsstudent uit Amerika, een meisje, en die kwam dus, of Australië was het volgens mij zelf. En die kwam naar Nederland toe en heeft gewoon een jaar bij ons in de klas gezeten. Die praatte precies zo. Dus kom regelmatig terug op de kijken of er iets van je geding bij zit. Prachtig. Ik hoopte hier een onderdeeltje voor mijn motor te vinden. Niets gevonden helaas. Mooi. Nou, ik ga niet. Ik moet echt niet iedereen een stemmetje geven. Alleen de coole mensen. Ik kan hier een meubel kopen. Ik koop. Je hebt rotbank, rotdouche, rot mini koelkast en rotbed. Nou, ik neem maar lekker een mini koelkast aan. Oh, die is wel duur. Die is wel prijzig hoor. Zou ik gewoon een bed kopen dan? Dat is waarschijnlijk wel gewaardeerd als ik een bed heb, zeg maar, in het algemeen. Nou, mooi. Kijk eens aan, je hebt gave spullen gekocht. Wil je nu mijn motor bekijken? Dat is een klassieke. WC! Whoopsie, volgens mij is het tijd voor een bezoekje aan het toilet. Die motor komt later wel. Ga shimmy doen je ding. Ja, ja. Oh nee, WC! Oh nee, mijn menstruatie. Oh gos, oh nu maak ik allemaal meisjes boos. Sorry, ik maak geen geld meer over menstruatie. Dat is niet zo goed voor mij. Oké, het toilet is geplaatst. Dus je kunt... Ik vind deze stem veel dieper dan normaal. Nou, okay. Het toilet is geplaatst. Dus je kunt je andere meubels ook neerzetten. Oeps, net op tijd. Schiet op voordat je ook er een bende van maakt. Ik ga je niet uit de gevangenis halen als je lichamelijke functies niet beter kunt beheersen. Wauw, dat zou best spannende tv kunnen zijn. Nou, kan ik eindelijk naar de play. Goh, oh, stop met bellen, ouwe man. Hou ook je presentatie mee. Ik gebruik nu al het accentje van Boris helemaal door elkaar. Hou ook je prestatiemeter goed in de gaten. Je moet wel goed in vorm zijn om een hele dag te acteren. Je houdt je prestatiemeter op peil door aan je basisbehoeften te voldoen. Op een lege maag is het lastig acteren. En zorg ervoor dat je meteen iets aan je behoeften doet zodra ze opspelen. Anders loopt de meter nog sneller terug. Oké, nou ja. Als het goed is hebben we nu niet heel veel tekst meer, denk ik. Gok ik. En deze game is fucking awesome. Alleen jullie geloven me waarschijnlijk niet. En na part 1 kijkt niemand meer, maar dat maakt niet uit.
Want ik geloof in mezelf. En als jullie in mij meegeloven, dan gaan we deze game uitspelen met z'n allen. Je hoort wel fucking creepy muziek, maar er zit ook een alien op mijn toilet. Daarom. Hoe gaat ie? Hoi daar, nog een leuke film deze week? Ik wil graag naar de nieuwe film van Zafar Skivel Along, maar ik zie hem niet op de filmladder staan. Misschien draait hij wel helemaal niet op deze planeet. En ik kan je misschien ergens mee helpen? Ben je in een privé moment dit? En dit is een hint. Met andere woorden opgeroepen, totdat ik je ogen verschrompel en je brein opvreet. Dank je, kiddo. Er zit een alien op mijn wc. Ja, een alien op mijn wc. Ik wil eventjes... Er zit gewoon een alien op mijn wc. What the fuck? Oh, ik word alweer gebeld. Hahaha, dat was super grappig. Ik bedoel, sorry. Dat was Gorgel. Hij is een van de buitenlandse acteurs die verderop in de serie de boel moet ophitsen. Hij is wat te vroeg, dus ik heb gezegd dat hij zich in jouw huis moet schuilhouden. Als je hem van die porseleinen troon af wilt krijgen, moet je het hardhandig aanpakken. Benader hem de volgende keer op een agressieve manier. Versla hem met zijn eigen middelen. Nieuwe plotpunten. Ik zal even de plotpunten laten zien. Gebruik het toilet en bedreig het buitenaardse wezen, zodat hij het toilet verlaat. Nou, dat zijn mooie plotpunten natuurlijk. Bedreigend gesprek, oftewel, ja, dat is eigenlijk tegenovergestelde van een vriendschappelijk gesprek. Ik kan irritant doen en ik kan beledigen. Ik ga lekker irritant doen. Hij zit altijd rustig gewoon op een groene wc. Ja, een beetje radioactief en shit. En deze meter is natuurlijk ook rood. Oh, best wel kut dat mijn facecam voor de meter zit, maar iedere hoek gebeurt wel wat, dus ja, je kan niet anders hebben. En die meter is nou niet echt de place to be, zo van, oh, wat gebeurt er in die meter? Ik wil het echt heel graag weten. Nog een keertje beledigen. Hoppakee. Je hebt bedreigend één van die met buitenaards wezen. Hij is echt buitenaards wezen. Gewoon buitenaards wezen. Wat? Ik weet nu niet meer wat voor stem ik had. Hey daar! Rustig aan! De kregelige menselijke zak met gas. Jemig! Mag een monster misschien in alle rust zijn behoefte doen? Zo klonk het echt net niet. Weet je, dat had ik ook in mijn Game Boy Color serie. Iedere keer een andere stem, maakt niet uit. ik kap ermee. Ik kap gewoon met praten. Ik denk dat mensen dat wel fijner vinden, dus ja. Ik kap er wel gewoon mee. Ik zie het wel in de comments. De wc is nog steeds groen trouwens en er komt een oude man binnen. Kijk, balhaar, ik wil hier niet zelf te hoeven komen. Ik hoef hier niet steeds zelf te hoeven te komen om jou aan te moedigen als je iets moeilijks moet doen. Heb je Gorgel al bedreigend uit het toilet gekregen? Ja. Wat krijgen we nou? Heeft Gorgel dat gedaan? Gadver! Hier, kijk of je iets met deze ontstopper kunt doen. Dit is geen klusje voor een waanzinnig rijk iemand zoals ik. Kom terug naar de directiekamer als je die boel hebt geregeld. Nou, Rick gaat lekker poepen. Rick gaat lekker poepen. Ja, poepen, dat doen wij. Hey! Nou, oké. Ik denk dat ik gewoon stop met tekst voorlezen. Ik zie het wel in de comments, maar... Weet je, ik zit erover na te denken. Gewoon diep van binnen om gewoon te stoppen ermee. Gewoon even te stoppen. Oké, nou, ik ga gewoon even lekker de wc gebruiken. Lekker krantje ervoor, precies. Zo hoort het te zijn, yo. Krant voor mijn plassen. Oh, wat heb je nou weer gedaan? Ik denk dat ik in het toilet gesquirt heb. In zak stoppen. Hij moet hem nu alweer repareren. Dat ging niet lang goed in ieder geval. Dat wordt pompen met die subwoofer. Nou ja, in ieder geval helemaal fantastisch. Weet je, die wc die spuit er lekker op los. Hoe de fuck kan het water van die wc sowieso zo omhoog spuiten? Dat is niet logisch, Sims. Jullie hebben natuurkunde gebroken. En opengereten. En tot jullie eigen waanzin gedreven. Nou... Plotpunt voltooid, prachtig. Oké, dan gaan we terug naar de directiekamer. En dan beëindigen we de eerste missie, soort van. Dus een tutorial eigenlijk, maar oké, maakt niet uit. We gaan terug, maar is het deze kant op? Toch? Ja. Bam, super geheime directiekamer. Oké, Balla, je hebt erg lang gedaan over zo'n lichamelijke basishandeling. Voordat je weer naar je provinciaaltjes gaat, heb ik nog één klusje voor je. Af en toe moeten we overschakelen naar de reclame. En daar wil ik jou bij betrekken. Reclamefilmpjes zijn veel effectiever als de ster erin voorkomt, die de kijkers net hebben gezien. Je krijgt natuurlijk betaald voor je acteerprestaties, als je tenminste goed bent. Ben je er klaar voor? Oké, actie! Dit is de beste shit ooit. Cola advertentie daad. Koning slok je niet vangen. Druk herhaaldelijk op de A-knop om weg te rennen. Maar wees voorzichtig, als je te hard drukt ontploft je cola. Druk omlaag op de 4-punt druktoetsen om te drinken en de druk eraf te halen. En omhoog om over obstakels te springen. Ik ben hier verschrikkelijk goed in, dus het gaat sowieso 10 minuten duren. Goeie knop vinden, ja. Wacht. Wat is? Nee. Oké, met A drink je cola, zo te zien. Lekker cola drinken. Je moet vooral springen. De springmomenten zijn even wat belangrijker dan het drinken van de cola. En je ziet dus ook rechtsboven mijn cola staan. Op het moment dat die gaat oploffen, moet je even een slokje nemen. Zoals je kan zien.
En dat heb ik momenteel nog goed gedaan. Hoe meer seconden je volhoudt, hoe meer punten je natuurlijk krijgt. Je verdient money op basis daarvan. Je kan natuurlijk zo best zoveel mogelijk voorlopen op die pick. Oh, even een slokje cola als je het niet erg vindt. En ja, meneer Slokklok, Plikplok, die is ver te bekennen momenteel. Mijn cola begint ook gewoon op te raken trouwens. Ik wist niet eens dat kon, joh. Ik doe ook maar wat, jongens. Ik doe ook maar wat. We hebben een slokje cola. Hoppakee. Oh, spring. Vrouw, nee. Nee, 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 nee. Daar is hij. Het cola monster is hier. Ik weet niet of je dit ook kan winnen trouwens. Misschien dat je bij 60 seconden wint of zo. Je weet het nooit met dit soort spelletjes. Een slokje cola. Nee, 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 nee. Hoppakee. Woehoe. Slow ride. Take it easy. Oh, Lord. Stomme cola. Stomme cola, dude. Fuck jou met je cola. Woehoe. Ik win. Ik ben de cola koningin. Fuck you. Als ik nu moet drinken, ga ik sowieso dood. Dus ik kan beter gaan wachten. Nou, goed genoeg. Game over 68 seconden. Ik weet niet of het een goede score is. Ik ben tenminste reet trots op mezelf. Dat is goed genoeg. Oké, ik moet even op iets verder drukken. Je score, je beloning. Hoeveel geld krijg ik daarvoor? 150. Nou, perfect. Dat was leuk, hè? Hoe meer opwindende reclames we uitzenden, hoe beter de kijkcijfers worden. En dat brengt SimDollars in mijn laadje. Oh, en ook in jouw laadje. Maar wel veel minder. Toen jij weg was, belde Boris. Hij wil dat je naar het café komt. Klinkt alsof je iets verkeerds hebt gedaan. Volgens mij zit je in de nesten. Ga maar snel naar hem toe. Ik wist opeens weer tussen rare stemmen. Alsjeblieft, dit mobieltje is voor jou. Er zit een microfoon in, zodat de kijkers je conversaties kunnen horen. En iedere keer als je een nieuw personage ontmoet, worden zijn of haar naam en nummer in je telefoon opgeslagen. En kun je ze bellen. Kijk maar eens, als het goed is, staat het nummer van Boris er al in. Als je nu snel naar het café... Ik plaatste de zin al in mijn hoofd, alleen... Hij stond er heel anders, dat is minder. Bedankt voor het kijken voor deze aflevering. Vergeet even te liken, zo'n leuke volgende aflevering ben ik terug met meer Sims 2. En dan wordt het iets intenser dan deze aflevering, maar het is nog steeds matig intens. Yo, was dat niet de beste aflevering ooit? Ik weet het ook niet meer. In ieder geval bedankt voor het kijken van deze aflevering. Doei!